De verplaatsingstool is een betrouwbaar hulpmiddel waarmee je objecten in een design heel precies kunt verplaatsen. Je kunt bijvoorbeeld besluiten om een object in een bepaalde richting te draaien. Dit is erg handig om bijvoorbeeld een extra kruipruimte achter meubels te maken. Laten we een hoekkast verplaatsen. Om dit te doen selecteer je eerst de kast en dan druk je op de knop verplaatsen. Deze knop is ook te vinden met een klik van je rechtermuisknop. Bij het eerste gebruik van de tool geef je eerst de bewegingsrichting aan. Dit doe je door op een punt te klikken, dan de muis te verslepen naar het tweede punt, bijvoorbeeld van links naar rechts, en dan de muis los te laten. Daarna verschijnt er een venster waarin wordt gevraagd naar de afstand van het te verplaatsen object. In het geval van de hoekkast willen we de kast bijvoorbeeld 50 mm verplaatsen. Voer het in en het object wordt 50 mm verplaatst. Let op, het is belangrijk om de objecten van het ene punt naar het andere punt te verplaatsen om de richting aan te geven. Zo gaat alles perfect tijdens het verplaatsen. Let er ook op dat verplaatsingsgereedschap de magnetisatie deactiveert. Het verplaatste object zal zichzelf positioneren waar jij het wil hebben, zonder automatisch te resetten.